De bestuurder van een auto is maandagmiddag op de Kanaaldijk West in Abcoude tegen een boom gebotst. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nu door een speciaal team van de politie onderzocht. De bijrijder zat bekneld en is door de brandweer uit de auto geknipt. Een speciale traumaarts werd met een helikopter naar het ongeval gebracht om te assisteren. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis.